Hey, welkom bij een nieuwe vlog waarin ik het boek De Verkeerde Kleur van Rudolf Smit ga behandelen. Dit boek is niet volledig toevallig gekozen omdat er best wel veel politici zitten in onze leesclubs en daar gaat dit boek ook over. Het boek is vlot geschreven, humoristisch en ik vind de titel leuk gekozen. Het roept een hoop vragen op en zeker als je de achterkant gaat lezen, dan kom je erachter dat het gaat over een gefrustreerde politicus. Het boek begint met een proloog waarin we de jonge Huib Jansen leren kennen, een bevlogen politicus, maar daarna schuift het boek 30 jaar op en zou die bevlogen politicus eigenlijk al lang minister willen zijn. Dat is niet gelukt en daardoor gaat hij van Noord-Holland naar de Staten van Zeeland, zodat hij misschien net iets meer in de picture komt als ministerskandidaat. Helaas wordt hij daar gedwarsboomd door de kersverse, jonge en ambitieuze Nigisti Johannes, een ambitieuze vrouw uit Eritrea die hij ziet als geduchte tegenstander om in de picture te komen. Het boek is een leuk inkijkje in de lokale politiek en is daarnaast vrij waarheidsgetrouw geschreven. Voor Barry Badpak of Jochem Meijer zal het boek bekend voorkomen omdat Smit de locaties in Leiden leuk weet te beschrijven. Het zou kunnen zijn dat je als lezer de karakters ook herkent. En dat vind ik eigenlijk misschien wel een nadeel ervan. De karakters die zijn uitgewerkt zijn eigenlijk net misschien iets te veel karikaturen. En dat is herkenbaar, want in de leesclub van Utrecht hebben we het boek De Dubbele Waarheid gelezen, ook van Rudolf Smit. Een superleuk boek over een MeToo-schandaal, waarbij je dader en slachtoffer leest. Maar ook daar zijn de personages karikaturen. Maar, Wouter, ben je nou niet enorm aan het zeuren? Ja, eigenlijk wel. Je zou kunnen zeggen dat Smit iets doet wat heel belangrijk is in de literatuur nu. Hij wil opiniëren, hij wil ons laten nadenken. Hoe moeten we aankijken tegen MeToo-schandalen? Hoe moeten we kijken naar de politiek? Hè? Wat mag een slachtoffer in een MeToo-schandaal wel? En wat vinden we eigenlijk niet kunnen? Zowel in De Verkeerde Kleur als De Dubbele Waarheid komt dat allemaal naar boven en wil Smit wel degelijk dingen bespreken. De impact, concurrentie, macht, zwaktes en angsten, alles komt naar voren. En omdat je in beide boeken leest vanuit twee perspectieven, is het mooi om dat met elkaar te vergelijken. Dus deze boeken zijn absoluut aanraders om te lezen, zeker als je betrokken bent bij de huidige samenleving. En wat betreft die karikaturen, nou ja, je zou kunnen zeggen, misschien herken je jezelf er wel in.